Mijn naam is Bas Bloem. Ik ben hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboud UMC. Ik ben ook een van de oprichters van ParkinsonNet, een nationaal zorgnetwerk. Ik ben ook bestuurslid bij ZonMW. Ik vind het heel belangrijk om nog steeds patiënten te zien. Ik probeer te innoveren in de zorg en ik probeer ook onderzoek te doen naar die innovaties. Toen wij ruim 10 jaar geleden begonnen met ParkinsonNet, was eigenlijk de echte aanleiding dat wij een onderzoeksnetwerk nodig hadden. Ik was zelf een hele grote voorstander van fysiotherapie. Mede omdat ik onderzoek had gedaan naar vallen bij Parkinson. En dat wil met medicatie niet opknappen. Ik ben ook oud topvolleyballer. Ik heb Eredivisie volleybal gespeeld. Dus ik had vanuit mijn professionele achtergrond als volleyballer heel veel vertrouwen in fysiotherapie. En tegelijk realiseerde ik me dat we dat wetenschappelijk moesten bewijzen. Maar als je fysiotherapie wil bewijzen, dan heb je goede fysiotherapeuten nodig om de interventie toe te passen in een trial. En die waren daar niet in Nederland. Dus ParkinsonNet is ooit begonnen als een netwerk van goed opgeleide fysiotherapeuten die een interventie op hoog niveau konden uitvoeren. Vervolgens bleek dat het ook voor de dagelijkse zorg heel goed was. Dat het leidt tot lagere kosten, betere uitkomsten. En het aardige is dat ParkinsonNet vandaag de dag nog steeds beide doelstellingen in zich heeft. Het is een infrastructuur voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. En het leidt tot betere zorg door onder andere concentratie bij experts. Het mooie van ParkinsonNet is dat het eigenlijk in de afgelopen 10 jaar gegroeid is. En ik zou echt jokken als ik zou zeggen dat wij 10 jaar geleden begonnen met een masterplan dat nu helemaal waarheid geworden is. Het is echt gegroeid terwijl we daarmee bezig waren. We zijn begonnen met een monodisciplinair netwerk, fysiotherapeuten, omdat we dus die trial wilden doen naar fysiotherapie. En toen dat goed liep, dachten we, ja, maar eigenlijk zou je dan ook ergotherapie en logopedie moeten toevoegen. En gaandeweg zijn er steeds meer disciplines bijgekomen. Het hele element van waardegedreven zorg, transparantie, uitkomsten inzichtelijk maken is pas veel later gekomen. En daar hebben we 10 jaar geleden bij aanvang helemaal niet over nagedacht. Ik denk dat juist voor mensen met de ziekte van Parkinson een netwerkbenadering bij uitstek van toepassing is. Overigens denk ik dat dat voor heel veel chronische ziekten geldt. Parkinson is een hele complexe ziekte. Het is complex qua symptomen, het is complex qua diagnostiek, het is complex qua behandelingen. En met name is het complex qua behandeling, omdat er zoveel verschillende disciplines bij betrokken zijn. Ik was zelf voorzitter van de landelijke richtlijn Parkinson. Daar waren 19 professionele disciplines bij betrokken. En die zijn deels werkzaam in het academisch ziekenhuis, deels in de tweede lijn, deels in de eerste lijn en deels in de thuiszorg. En we hebben de zorg heel erg ingericht in schotten. We hebben een tweede lijn, we hebben een derde lijn, we hebben een eerste lijn. Maar die mensen zal het worst wezen in welke lijn ze zijn. Ze willen integrale zorg. En ParkinsonNet probeert die barrières te slechten. Een integrale benadering te kiezen. Waarbij de patiënten kunnen rekenen op deskundige zorg en goede samenwerking. Dwars door al die schotten in de zorg heen. Uiteindelijk denk ik dat we binnen ParkinsonNet helemaal toe moeten gaan naar waardegedreven zorg. Value-based care. Zoals ik al eerder zei, dat was niet iets wat we op dag 1 bedacht hadden, maar wat gaandeweg groeide dat besef bij ons dat wij uitkomsten inzichtelijk moesten gaan maken en dat we moesten gaan proberen dokters te belonen voor goede uitkomsten. Ik vind het nog steeds pijnlijk om te zien dat de financiële prikkels in de Nederlandse gezondheidszorg helemaal verkeerd staan. Gewoon ter illustratie, als wij iemand met een beroerte hier opnemen in het Radboud UMC en we hebben ze 3 dagen opgenomen, krijgen we geloof ik iets van 3000 euro. Vanaf 4 dagen of meer krijgen wij 9000 euro. Er is dus geen enkele prikkel voor ons om mensen na 3 dagen al te ontslaan als het zou kunnen. Uiteindelijk denk ik dat je dokters moet belonen voor goede uitkomsten per geïnvesteerde euro. Ik geloof enorm in transparantie. En waarom? Omdat transparantie alleen al door het feit dat je je open opstelt ertoe leidt dat dokters beter gedrag gaan vertonen en gaan proberen echt waarde toe te voegen aan het leven van patiënten. Het feitelijk inzichtelijk maken van die uitkomsten is nog heel uitdagend. Ik vind dat echt heel ingewikkeld. Wat kan en mag je vragen van zorgaanbieders om die uitkomsten inzichtelijk te maken? Wat kan en mag je vragen van patiënten die ook nu meehelpen om die uitkomsten inzichtelijk te maken? En hoe krijg je alle verzekeraars ervan overtuigd dat ze ook moeten gaan inkopen op kwaliteit? Dat is een lang en ingewikkeld traject, maar ik ben er wel van overtuigd dat uiteindelijk dat de beste manier is om betere en betaalbare zorg te krijgen. Wat wij nu merken is dat die benadering die wij voor ParkinsonNet gekozen hebben, dus integrale zorg, concentratie van zorg bij een beperkt aantal professionals, de patiënt daarin als partner betrekken en het streven naar waardegedreven zorg, dat dat concept zich ook heel goed leent voor, denk ik, bijna alle patiënten met een chronische aandoening. Een van de mooiste bewijzen daarvan is het feit dat Kaiser Permanente, een zorggigant in Amerika, omzet 65 miljard,
nu ons Nederlandse Parkinsonnet heeft overgenomen. Er zijn al echt netwerken à la Parkinsonnet nu in Zuid-Californië up and running. We zijn dit jaar nu ook aan het opschalen naar Noord-Californië toe. En Kaiser Permanente is eind van de dag nauwelijks geïnteresseerd in Parkinson, want dat is maar een kleine fractie van de zorg. Wat ze wel zien is dat wat wij ontwikkeld hebben voor Parkinson een heel mooi model is voor hoe je ook kunt gaan zorgen voor mensen met dementie, met reuma, met diabetes, etc. En ik denk eerlijk gezegd dat bijna alle chronische ziekten met een complex karakter en waarbij zorgverleners in meerdere echelons betrokken zijn, zich uitstekend lenen voor zo'n integrale Parkinsonnet-achtige benadering. Onze hele filosofie bij het bouwen van Parkinsonnet was altijd think big, start small and act fast. Dus we zijn heel klein begonnen met een netwerkje van, nou ik geloof, 19 zorgaanbieders in de regio Nijmegen als proof of concept. En toen dat werkte zijn we heel voorzichtig gaan schalen. De eerstvolgende stap was een cluster-controlled trial, waarbij we 8 regio's in Nederland ook zo'n Parkinsonnet gaven. En 8 controleregio's de zorg nog even bij het oude lieten. Maar waarbij we die 8 controleregio's wel als belofte in het vooruitschiet hadden gesteld. Dat zij als beloning voor de deelname aan die trial na afloop ook een Parkinsonnet kregen. Dus toen hadden we er alweer 16 netwerken bij. En eigenlijk zijn we tussen 2004 en 2010 op die manier op gaan schalen naar heel Nederland. En zijn we begonnen met alleen fysiotherapeuten. Maar zijn er inmiddels meer dan 12 professionele disciplines betrokken. En dat groeit nog steeds. En inmiddels zijn we nu ook zelfs internationaal aan het opschalen. En iedereen die nadenkt over innoveren in de zorg, zou ik echt hetzelfde kunnen aanraden. Begin met een hele kleine beheersbare omgeving. Doe daar ervaring mee op. Creëer ook enthousiasme en momentum. En ga die ervaring dan gebruiken om op te schalen, zowel naar andere regio's of andere aandoeningen of andere disciplines. Ja, omdat die Parkinsonzorg zo ingewikkeld is, waren er bij de ontwikkeling van Parkinsonnet enorm veel partijen betrokken. Ik vind innoveren in de zorg ontzettend leuk. Innoveren is ook tegelijkertijd niet een heel makkelijk beroep. Daarmee wil ik het niemand ontraden die naar deze beelden kijkt, maar innoveren vergt wel een lange adem. Als je kijkt naar de partijen die betrokken zijn geweest bij Parkinsonnet, dat is echt enorm. Je hebt aan de ene kant natuurlijk de zorgaanbieders. En dan heb je het over de professionals zelf, de mensen op de werkvloer. Nou, daar was het enthousiasme, dat was en is enorm. Tegelijkertijd heb je ook de beroepsverenigingen. En bijvoorbeeld het KNGF, daar hebben wij stevige discussies mee. Die is als belangenbehartiger van alle fysiotherapeuten niet altijd even gelukkig met Parkinsonnet. Want zij zeggen, ja, wij vinden dat iedere fysiotherapeut een beetje Parkinson moet doen. En dat snap ik als je KNGF bent. Dat snap ik niet als Parkinsonnet-directeur en dat snap ik al helemaal niet als patiënt, omdat ik een expert aan mijn bed wil die ziekte goed begrijpt. Dus je hebt de professionals, je hebt hun beroepsgroepen, dan heb je natuurlijk de patiënten zelf, die we hebben geprobeerd vanaf dag 1 zoveel mogelijk bij het ontwikkelen van Parkinsonnet te betrekken en dat doen we nog steeds. We hebben tot de dag van vandaag een Parkinsonnet-panel, meer dan 100 patiënten die wij steeds bevragen of dat wat wij bedenken achter de tekentafel, of dat echt wel een goed idee is. Dan heb je als belangrijke partij natuurlijk de verzekeraars. Dan heb je de losse verzekeraars die met elkaar moeten concurreren, wat heel lastig is. En dan heb je daar overheen nog een koepelorganisatie die ZN heet. Dan heb je nog te maken met VWS. Je hebt nog te maken met mededinging, hè, de NZA bijvoorbeeld. En dan heb je nog te maken met private partijen die nu in toenemende mate een grote rol spelen in de zorg. Parkinsonnet maakt gebruik van een aantal ICT-innovaties, onder andere. Waarbij we werken met middelgrote en soms ook grotere bedrijven. Dus ook het bedrijfsleven is een stakeholder in dat hele complexe traject. En dat maakt het heel leuk, dat maakt het heel uitdagend. Het is ook best ingewikkeld. Ik zou haast zeggen dat het helaas zo is dat het nog uitmaakte dat ik een arts was. En ik wou dat het niet zo was. Wat je merkt is dat historisch gezien de neuroloog de belangrijkste speler was in de Parkinsonzorg. En de belangrijkste met name omdat de zorg eigenlijk consequent bij die neuroloog terechtkwam en het leeuwendeel van de zorg zich daar afspeelde. Zelf denk ik dat de Parkinsonzorg, voor zover er een belangrijke speler is of een belangrijkste speler, is het de patiënt. Uiteraard zou ik zeggen. Maar dat was lange tijd natuurlijk niet het geval. Ik merkte dat het wel hielp dat ik als arts en ook als medisch specialist Parkinsonnet probeerde op te richten. Dat heeft zeker geholpen, omdat ik ook met mijn poten in de klei sta. Ik denk dat een hele belangrijke boodschap voor iedereen die wil innoveren is dat je echt daadwerkelijk ook met je poten in de klei moet staan. Hè?
van Napoleon werd gezegd dat het zo'n succesvolle generaal was omdat hij voor zijn troepen uitreed en dat hij naar buskruid stonk. Nou, zo moeten innovatoren moeten een beetje naar zorg ruiken. Dus dat heeft zeker geholpen. Het heeft ook wel geholpen in de gesprekken met bijvoorbeeld verzekeraars in onze stappen naar waardegedreven zorg. Ik merk dat verzekeraars het enorm waarderen dat juist iemand die uit het veld komt zelf vrijwillig zegt: ik ga mij transparant opstellen, kijk maar naar mijn uitkomsten en reken mij maar af op mijn prestaties. Juist door dat te doen vanuit de zorg en niet als consultant of van buitenaf, hebben we veel meer kilometers kunnen maken dan ik dat anders had kunnen doen. Wat ik wel heel erg om mij heen merk, is dat heel veel artsen heel graag willen dat het anders wordt en moet, maar dat ze het ook ontzettend ingewikkeld vinden om daar handen en voeten aan te geven. Dus heel gechargeerd gezegd, zie ik veel collega's die snoeihard werken met de juiste passie en de juiste inzet, maar gewoon proberen het einde van de dag te halen en niet in hun eentje in staat zijn om die zorg te veranderen. Toch denk ik dat artsen daar wel een ontzettend belangrijke rol in kunnen spelen. In de eerste plaats door het gewoon op de werkvloer te doen. Bijvoorbeeld door de patiënt echt als partner te zien in het zorgproces. En dat kan al met hele kleine stappen. Ook door de hand uit te steken naar bijvoorbeeld krachtiger partijen zoals Parkinsonnet en daarin de samenwerking te zoeken. Dus ik snap inderdaad de reflex dat je als individu heel weinig kunt bijdragen aan de verbetering van de zorg. En tegelijkertijd is het net als met het milieu, het begint bij jezelf. Door dat ene blikje niet weg te gooien, draag je bij aan het milieu. En ik zou dus ook tegen iedere jonge dokter willen zeggen: begin gewoon morgen in je spreekkamer. Begin door je te bekwamen in een aantal dingen in de zorg en daar heel goed in te worden. En probeer vooral de patiënt te zien als partner in het gehele proces. Neem de patiënt serieus, luister naar de patiënt en ga met de patiënt samenwerken in plaats van alleen maar voor hem te zorgen. Ja, de invloed van dokters op betaalbaarheid van zorg is een hele ingewikkelde. Ik vind het een hele ingewikkelde, omdat we in Nederland te maken hebben met meerdere verzekeraars die elkaar moeten beconcurreren. Even voor de duidelijkheid, ik heb hele leuke en goede samenwerkingen met veel verzekeraars, waar ik ook hele enthousiaste, bevlogen mensen tegenkom, met wie we heel leuk samenwerken om te kijken of je kunt komen tot waardegedreven zorg. Tegelijkertijd is iedere losse verzekeraar een complexe mammoetanker met een raad van bestuur, met een innovatieafdeling, met een inkoopafdeling, die in mijn ervaring lang niet altijd onderling goed met elkaar praten. En als je het met één verzekeraar geregeld hebt en je stapt naar verzekeraar 2, zegt hij: wat DA? Oh, als A meedoet, doe ik dus niet mee, omdat ze met elkaar moeten concurreren. Dan zit ZN daar nog overheen, waar ook hele goede en bevlogen mensen werken, maar die relatief weinig doorzettingsmacht heeft naar die losse verzekeraars. Dus ik merk al dat ik het als Parkinsonnet-directeur een ingewikkeld verhaal vind om te praten met verzekeraars. Dus voor een losse arts zal dat helemaal lastig zijn. Tegelijkertijd is enthousiasme vanaf de werkvloer, oprechte betrokkenheid en de intentie om het beter te doen, dat wordt door verzekeraars gewaardeerd. En de mensen waar ik het meeste plezier aan beleef, zijn juist mensen uit bijvoorbeeld de innovatieafdeling van een verzekeraar. Een Monique Smit van VGZ, een Daan Roijmans van CZ. Dat zijn de mensen waarmee je zaken moet doen en ook kunt doen. Dat zijn goede en bevlogen mensen. Probeer dat soort mensen te vinden en daarmee de dialoog aan te gaan.